Als boekverkoper in een winkel met een breed assortiment heb je het voorrecht om ook boeken te kunnen aanprijzen die al wat ouder zijn, gewoon omdat je ze in voorraad hebt. Een van de allermooiste boeken die ik ooit gelezen heb is Agathe van Fanny Kerk, Zuid-Afrikaanse schrijfster. Het is een van de boeken waarbij ik heb moeten huilen. Niet alleen vanwege de inhoud, die heel aangrijpend is, maar vooral ook omdat ze zo ontzettend mooi het boek geschreven heeft. De stijl was ongelooflijk prachtig. Het gaat over twee vrouwen, een oude boerin die in bed ligt en aan ALS lijdt, ziekte waar we nu van alles van weten. Die ziekte maakt haar immobiel, ze kan zich niet meer bewegen en ze wordt verzorgd door haar zwarte huishoudster. Je merkt dat er een enorme spanning is tussen die twee vrouwen. De boerin in haar bed, aan haar bed gekluisterd, is volledig aangewezen op de zorg van haar huishoudster. En je merkt dat er in hun leven van alles gebeurd is. Gaandeweg uit de verhalen die de huishoudster vertelt aan de boerin, hoor je wat er in hun leven is gebeurd. En onderwerpen die aan de orde komen zijn natuurlijk de verhouding tussen blank en zwart, de verhouding tussen man en vrouw, rijk en arm, de behandeling van het land, de grond. Prachtig boek.